Onze bedoeling is van zoveel mogelijk jonge mensen in hun school met de elektrische busjes te gaan afhalen. We brengen ze naar hier. We hangen de busjes aan de laadpaal met zicht op onze windmolens op de Nike campus hier. Dus je kan echt zien dat we letterlijk zero emission aan het rijden zijn. En gewoon dat zelf meemaken op een leuke uitstapdag naar het LITC in de Nike campus met die elektrische busjes, dat is een deel van de ervaring. Dat dragen ze volgens ons mee voor de rest van hun leven. This center, LITC, is definitely a fantastic example which shows how our vehicles, our electric vehicles, fit with this environment-friendly technology, because we are the leaders in zero emission, zero particle emission vehicles in the world, and this is exactly the same approach that LITC has today. Het is gans de economie die mee moet gaan naar die groene economie. En één puntje is natuurlijk het vergroenen van het wagenpark. Daar zijn heel wat bedrijven al mee bezig. Natuurlijk, nu komt die elektrische wagen steeds dichter bij ons. En moeten wij onze bedrijven dan ook in sensibiliseren, ook laten voelen dat dat toch iets is dat ze niet uit het oog mogen verliezen. Ik ben er van overtuigd dat elektrisch vervoer een oplossing is naar de toekomst. Ik rijd trouwens zelf ook 100% elektrisch. En ik rijd elke week van Hilversum kom ik wel naar hier en terug. En ik ben nog nooit stilgevallen. Dus ik denk dat het effectief wel mogelijk is om 100% elektrisch te gaan. We hebben vandaag een Nissan Leaf gekregen, een elektrisch voertuig voor de technische scholen, autotechnieken, secundair onderwijs in Vlaanderen. Dat is heel belangrijk, zodat de jongeren kunnen kennis maken met die nieuwe technieken en op die manier ook de allernieuwste evolutie in automobiel aanleren en zo meenemen naar de arbeidsmarkt. What is very important in our approach to support this LITC center and especially the education center to make sure that the students at the very early stages of their education get familiar with this new technology in order to prevent them from having a gap of knowledge, as we call it, later on in the automotive industry technology, which is in fact the future.